Bezoek van Thomas. Het was een prachtige dag op het eiland Sodor. Thomas bracht de dikke controleur naar de plek waar de nieuwe school werd gebouwd. De dikke controleur had de school de grond gegeven. De vrienden van Thomas waren de bouw aan het voorbereiden. Een school is een goede bestemming voor deze grond, zei de dikke controleur trots. Ik zal u het voetbalveld laten zien, zei juffrouw Jenny. Buster had de tijd van zijn leven met het terrein te egaliseren. Het wordt een groots voetbalveld, zei juffrouw Jenny. Groots, zei de dikke controleur. Alfie groef greppels voor de fundering van de schoolbibliotheek. Hier komt een geweldige bibliotheek, zei juffrouw Jenny. Geweldig, zei de dikke controleur. En hier komt een zwembad, zei ze. Ze legde uit dat Oliver voorzichtig moest graven. Een zwembad heeft vanzelfsprekend rechte wanden, zei ze. Vanzelfsprekend, zei de dikke controleur. Hij was onder de indruk. Zijn bezoek was voorbij en hij was op weg terug naar huis. Max werd ongeduldig. Schiet toch op, fronste hij. Maar Oliver liet zich niet opjagen. Hop. Hij was vastbesloten voorzichtig te graven. Plotseling raakte zijn graafarm iets hards. Voorzichtig schraapte hij de grond eraf. Schiet nou toch eens op, bromde Max. Maar ik heb iets gevonden, riep Oliver. Kijk. Rommel, bitste Max. Het kan iets belangrijks zijn, zei de machinist van Oliver. Ik bel juffrouw Jenny, zei de voorman. En juffrouw Jenny belde met de dikke controleur. En de dikke controleur belde met de experts. Verbluffend, zei de expert met de rode snor. Dit is een bot van een dinosaurus. Een dinosaurus, zei Ned. Dinosauriërs waren dieren die hier heel lang geleden leefden, zei juffrouw Jenny. Alleen hun botten zijn nog over. Zo, Oliver, zei de expert met de pluizige baard. Misschien dat jij voor ons wat verder kunt graven. Ja, meneer, straalde Oliver. Hij was erg enthousiast. De archeologen zetten de omgeving af. En Oliver veranderde zijn laadbak in een kleine beitel. Dit was heel voorzichtig graven. Al snel vond Oliver nog meer botten. Oeh. En nog meer. En nog meer. Hij had het skelet van een complete dinosaurus blootgelegd. Iedereen juichte. Dit is een belangrijke dag voor het eiland Sodor, zei de dikke controleur. Dankzij Olivers voorzichtige graafwerk, zei juffrouw Jenny. Ik ben er trots op dat ik een graafmachine ben, zei Alfie. Een man met een camera maakte zelfs een foto van Oliver. De volgende dag bracht Thomas de dikke controleur naar het terrein. Blijkbaar is er een beroemdheid onder ons, zei hij. Dat is Oliver, zei Ned. Met zijn dinosaurus, zei Jack. Op de voorpagina, doe maar, zei juffrouw Jenny. Oliver was trots.